Mijn naam is Marijn Tinga. Ik ben ook wel bekend als de Plastic Soup Surfer. Afgelopen september ben ik op een boord gemaakt van petflesjes van Scheveningen naar Lowestoft, naar Engeland, gekitesurfd. En dat deed ik om aandacht te vragen voor plastic afval in zee. Ik ben een petitie gestart, die wil ik bij de Tweede Kamer aanbieden. Met die petitie wil ik ervoor zorgen dat statiegeld wordt uitgebreid naar wegwerp petflesjes. Ik heb 40.000 handtekeningen nodig om mijn oproep in de Tweede Kamer behandeld te krijgen. Want ik wil dat het systeem verandert. Ik ben inmiddels geruime tijd met statiegeld bezig. Wat ik zie is dat het een piramide op zijn kop is. Ik zie dat een hele hoop belanghebbenden graag willen dat statiegeld wordt ingevoerd. En het wordt echt tegengehouden door 2 of 3 grote multinationals. Het is een piramide op de kop. En wij kunnen dat laatste zetje geven als consument. Wij kunnen, als we die petitie tekenen en in de Tweede Kamer aanbieden, wij kunnen ervoor zorgen dat die kantelt. Mensen weten hoe statiegeld werkt. Je betaalt 10 cent en je krijgt hem daarna weer diezelfde 10 cent terug zodra je flesje weer terugbrengt. En je hoeft hem niet terug te brengen. Je kan hem ook in je afvalbak gooien als je wil. En dan ben je de 10 cent kwijt. Maar je zal zien, mensen gaan dat terugbrengen. Als we statiegeld op die kleine petflesjes hebben, verminderen we dit type zwerfafval met 80%. En het grote probleem van plastic afval, dat is de essentie, is dat plastic afval niet biologisch afbreekt. Dit blijft honderden jaren in het milieu. Het brokkelt af in kleinere stukjes, wordt opgenomen onderaan in de voedselketen. Zeezoogdieren sterven eraan, 100.000 per jaar. Zeevogels 1 miljoen per jaar.